Naast de klokken in de bovenkerk kunnen sinds kerst ook de klokken in de buitenkerk met de hand geluid worden. Het klokkenluiderschilder Geert van Wouw klimt zometeen de buitenkerktoren in om de kerkbalansactie in te luiden. Het Meijering vertelt er meer over. Wat is het klokkenluiderschilder precies, Hette? En sinds wanneer zijn jullie actief? Het Kamper Klokkenluiderschilder is opgericht in 2013. Dat was naar aanleiding van het feit dat toen de uitbreiding en restauratie van het gelui in de boventoren, van de bovenkerk dus, was voltooid. En in navolging van veel andere steden in Nederland is toen ook onderzocht. Er moet vast wel belangstelling zijn om hier in Kampen ook een klokkenluiderschilder op te richten. De klokken die vroegen er eigenlijk om, omdat ze allemaal aan rechte assen hangen. En precies zoals Geert van Wouw het ooit heeft bedoeld, rond 1500. En dat is met succes tot stand gekomen. Hoe vaak verwachten jullie het klokkenluiderschilder Geert van Wouw de buitenkerkklokken te gaan luiden? Wij hebben in overleg met de locatieraad van de parochie hier, is een rooster samengesteld waar we door het jaar heen bij allerlei gelegenheden van kerkelijke aard, maar ook van landelijke betekenis rond het Koninklijk Huis, 4 dagen als 4 en 5 mei, maar ook plaatselijke aangelegenheden, de start van de Kamper Uitdagen, dat we dan de klokken gaan luiden. En daar stemmen we dus onze activiteit op af. Over stemmen gesproken, voor de liefhebber, hoeveel klokken hangen er in de bovenkerk van welke toonsoort en hoeveel van welke toonsoort in de buitenkerk? In de bovenkerk hangen totaal 9 klokken en voor het gemak zeg ik maar even, daar zit de hele toonladder van C in. Dus wat dat gaat kunnen we allerlei akkoorden maken in de combinaties in majeur of mineur naar gelang de aard van de luiding dat vraagt. In de buitenkerk hangen 3 klokken en die hebben de combinatie van E, G, A en die vormen de begintonen van een oude liturgische zang, het Te Deum Laudamus. We loven de Heer. Duidelijk. Is het luiden een zware en spannende taak? Het met de hand luiden? Op zich is het niet direct heel zwaar. Maar het hangt natuurlijk sterk af van het formaat klok wat wordt geluid. Een lichtere klok vraagt minder inspanning dan een zware. En daar komt bij dat met name in de bovenkerk hangen de klokken aan een rechte as, wat ik zei. En dat betekent dat je meer spierkracht moet aanwenden om een grote klok aan het zwaaien te krijgen. Maar dat is nou juist ook wel het spannende, dat met het aantrekken van de klok, dat je op enig moment daarboven, boven je hoofd, hoor je de eerste toon dan klinken. En dat geeft toch wel ook iets magisch aan het geheel. Spanning door inspanning. Ja. Tot slot, wat houdt de kerkbalansactie, waar nu zo meteen voor geluid wordt, precies in? De actie Kerkbalans is eigenlijk een landelijke actie voor alle kerkgenootschappen, dat er aan het begin van het jaar aandacht op wordt gevestigd dat om de kerk en de kerkgemeenschap draaiende te houden, dat er natuurlijk geld nodig is. De salarissen van voorgangers, organisten, kosters, administratief personeel, dat gaat natuurlijk elke maand door. Maar het belangrijkste is natuurlijk ook dat leden zelf zich betrokken voelen bij de kerkgemeenschap en het belangrijk vinden om ook in hun geloof gevoed te worden door prediking, door lofzang, gebeden. Dat maakt dat we van de leden vragen
van draag daar dan financieel ook aan bij om als kerk te kunnen bestaan. Hartelijk dank. Succes met de kerkbalansactie en het luiden zometeen van de klokken in de buitenkerk door het klokkenluiderschilder, Kamper klokkenluiderschilder Geert van Wouw. Dank u wel, Hette. Ja, dank je wel. Ja, kunnen we gaan? Verder naar beneden en ook verder naar boven laten gaan. Dat je bim bam krijgt, hè?